Hey sporters, ik ben Niel de Pauw. Welkom bij Het Antwoord Ooit. Nee, dat was niet Het Antwoord Ooit. Het Antwerp Antwoord. Het Antwerp Antwoord, of niet? Hallo sporters, ik ben Niel de Pauw. Welkom bij Het Antwerp Antwoord. Nog niet zo lang geleden denk ik dat het beste grappig moment was met Ali in de goal. Tegen Oostende, denk ik. Hij kwam uitgesprongen, zoals Ali dat kan. Kamikaze, hij pakt de bal. Maar, of tegen Sint-Truiden was het. Maar die Coffrier of zo trapt op zijn heup. En dan in een leeg stadion horen we hem dan allemaal op een hele grappige manier roepen. Ik ga het proberen nabootsen, maar... En daar hebben we echt wel nog een paar, paar dagen mee gelachen. En, ja. Ik denk dat Faris er wel heel goed in zal zijn. Ik denk, als rol als kapitein en aanvoerder heeft hij sowieso al die neiging om veel te coachen, bij te sturen. Richie, Faris en Bokani, die drie. Omdat ze het hun kunnen permitteren, denk ik. Ik denk dat ik niet iemand ben die dat zich maar naar één persoon gaat toetrekken. Ik ben iemand dat heel sociaal is met heel veel spelers. Omdat ik vind dat persoonlijk heel belangrijk in een ploeg. Maar als er één iemand is waar ik heel veel mee optrek en waar we veel dingen mee samen doen hier op de club, is Jeremy Jenny. Ik was ontwijfeld tussen twee jongens, maar ik ga Ali zeggen. Ali is een acteur. Die kan 5 minuten op de grond rollen en daarna wereldzeven doen. Dus voor mij staat hij wel op nummer 1. Denk veruit Nana. Nana en Poma. Hele grappige jongen. Hij heeft altijd wel een paar woordjes, zinnen. Die wekelijks wel 10 keer terugkomen op een dag of zo. Dus een hele grappige personage. Ik kan alleen maar spreken over de jongens waar ik de muziek al van heb gehoord. En ik denk dat ik toch wel Koji ga pakken. Japanese muziek is niet echt mijn stijl. Ja, ik luister wel graag naar Amerikaanse muziek, rap, R&B. Een beetje afrotrap, Afrikaans. Zoals Vlaamse muziek, kan me wel smaken. Dico Ronaldo, nummer 9. En Zidane. Sinds januari of zo is Faris me Cafu beginnen noemen. Omdat ik nu meer als rechtsachter speel, als rechtsbak. En wat zijn volledige naam is Marcos Evangelista Cafu. Dus af en toe krijg ik een Marcos of zo als het iets minder goed is. Dus ja, dat is best wel grappig. Ik ben ook bezig met een trainerscursus. Of ik dat wil worden, is nog iets anders. En dan zijn er nog een paar zaken aan de zijkant dat ik wel mee bezig ben. Maar ik heb nog niet besloten wat ik ga worden. Ik ga zien wat er op mij afkomt eigenlijk. Ik wil vooral die lijn doortrekken van wat ik aan het tonen ben na januari. Ik wil zoveel mogelijk matchen nog kunnen spelen. Zelfs op een rechter wingback positie of een rechtsachter positie. Ik zou graag nog wat doelpuntjes scoren. Assists geven, beslissend zijn. En vooral nog wat wedstrijden winnen met Antwerpen.